Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. De pionier van de portefeuille theorie, Harry Markovic, is niet meer rust in vrede Harry. En of de ECB het monetair beleid verder zal verstrakken en we binnenkort pastage de Nada zullen serveren, horen we, zoals alles over beleggen en meer, hier bij de Beursvoyeurs. Week na week toch wel elke keer weer in heerlijke gezelschap. De crème de la crème van het beleggersland. Deze week Ellen Vermorgen van de Tijd en Gert Bakelands van de Belegger. Welkom allebei. Dag Thomas. Hey. De laatste al toch weer. Dat is toch wel echt voorbijgevlogen hè? Ja, de laatste beurs van Joris, ik zie jou zo verbaasd naar mij kijken, Gert. Ja, vakantie staat voor de deur. Uh, spijtig, hè? Ja, ja. Dat is, dat is super <laughs> spijtig, maar laat ze toch maar binnen. Uh, goed, in onze centrale stoel een dame deze week die voor haar functie als hoofdeconoom bekleden, jaren in de journalistiek zat, meer bepaald als vast gezicht bij Kanal Z. En we zijn heel blij haar hier vandaag te mogen ontvangen. Welkom, Veronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius. Hallo. Dag, Veronique. De twee andere mensen rond de tafel zullen jou ook wel bekend zijn, neem ik aan. Dat zijn twee oud-collega's. Ik dacht het wel. <laughs> Zeer leuk. zeker, ja. Ja, ja. ja. Heel lang met veel plezier hè, samengewerkt. Ja, absoluut. Dus het is walk down memory lane om, uh, ja. om jou weer terug te zien, Veronique. Met super veel plezier. Ja. Alles goed met jou? Alles prima. We hebben al wat collega's van de concurrentie te gast gehad. Uh, nu is het tijd voor Belfius. Hoe gaat het daar bij Belfius? Boeiende tijden om hoofdeconoom van Belfius te zijn in deze economische tijden. We duiken van het ene fenomeen in het andere. Het begon met een handelsoorlog en dan gingen we naar COVID. En dan kwamen we terecht in een energiecrisis. Nu zitten we met uh, inflatie die spannend hoog blijft. En een ECB die een beleid ten uitvoer brengt dat ze nog nooit uh, ten uitvoer heeft gebracht. Ja, op dus, dit moment ja. is het ook aan het gebeuren: de grote jamboree van de ECB in Sintra. Spannende tijden. Wat verwacht jij daarvan? We verwachten dat de ECB nog niet klaar is en dat geeft mevrouw Lagarde nu zelf aan. Er, er zit nog wat aan te komen. Wij schatten in nog minstens 25 basispunten erbij, mogelijk zelfs nog 50 en dan zouden we op 4% terechtkomen. Mm -hmm. En dan gaan we een lange periode, wij schatten in toch wel een jaar um, van die hoge rente uh, hebben uh, in. De korte termijn uiteraard. Om die inflatie uiteindelijk naar beneden te krijgen. Want die is very sticky geworden. Heeft te maken met het feit dat ondertussen natuurlijk die looneisen in Europa zo stevig zijn geworden. Omdat iedereen ziet dat zijn reële inkomen erop achteruit is gegaan, ja. behalve in België natuurlijk. We zijn nog niet aan de nieuwe patat om het eh, <laughs> eenvoudige boerenpummeltaal voor mezelf te vertalen. Dat, Je zegt het Thomas. Okay, goed. Wanneer is eigenlijk die interesse? Voor economie bij jou beginnen groeien? Toen uh, de oprichters van Kanaal Z naar mij kwamen met de vraag: Zou jij een economische anker willen zijn? En ik heb toen meteen gezegd: Hola. En dus <laughs> hola <zal> niet, positief? <laughs> of dat kan niet? niet lukken. Ik heb geen economiediploma. Ah, ja, ja. ja, maar probeer het toch maar. En ik moet zeggen, die vonk is zeer snel overgeslagen toen. Um, dat was onder andere dankzij Gert. Want uh, jij. Ja, aan jou kon ik nu werkelijk alles vragen, aan jouw collega Dani Reewig destijds ook. Dan begreep ik iets niet. Um, ik zal nu zeggen: wat is een obligatie? Daar gaan we het zo meteen over hebben. En dan begon jij dat in geuren en kleuren uit te leggen. Dat was heerlijk gewoon. En ondertussen las ik van alles, en, en uh, zo heb ik mijn kennis opgebouwd. Vanuit het. Niet. Oh, zo die eigenlijk? Hè? Ja. Ja, door jaren uh, ja. in de field te zitten, jou, jouw interviews te doen enzovoort. Ja. Ja. En, en hoe lang heb je daarover gedaan? Want ik, ik doe nu, dat is de derde seizoen al van deze podcast en ik snap er nog altijd niks van. <laughs> ja, dat duurt ja. eigenlijk jaren. Ah, ja. Maar de echte verdieping is gekomen voor ik hoofdeconoom werd. Want dan ja, is het. Dan is het heel diep. Uh, maar voordien heb ik een boek geschreven over de financiële sector, over de Nationale Bank van België en dus over centraal bankieren. Je kan niet over zo'n onderwerp schrijven als je niet echt de gronden vat wat dat is. En, en oe, waar kwam dat gekke idee vandaan, daarvoor om dat te gaan schrijven? wel er was een uitgever die mij vroeg zou je geen uh, boek willen schrijven over een economisch onderwerp dat heel veel mensen zou kunnen interesseren en dan dacht ik ah, wat voor een onderwerp zou dat kunnen zijn en dan we naar de Nationale Bank van België dat was nu eens een ongelooflijk intrigerende instelling zo belangrijk in dit land Um, er was ook geregeld controverse rond, rond haar onafhankelijkheid, uh, rond ja, de intriges die daar uh, uh, gebeurden. En ik dacht, daar wil ik nu eigenlijk echt meer over te weten komen. Mm -hmm. En zo ben ik in het verhaal van de Nationale Bank terechtgekomen. Wat een uh, heerlijke zoektocht was. Uh, ja, ik heb dat schrijfproces, gebied. Veronique, van dichtbij mogen meemaken en zien hoe jij daar ja, echt van doordrongen werd. En dat was dan heel plezant. Wij werkten toen samen. Veronique kwam dan een keer pitchen van ja, het boek heet De Geldmakers uiteindelijk. Ik vind het nog altijd een prachtige titel. Maar dan was het een keer pingpongen. De Geldfabriek of De Geldmakers of De Geld... Allee, het was heel fijn om dat van op de eerste rij te mogen zien hoe dat jouw baby uh, toen uh, geboren is geworden. Hè? Ja. Ja. En wanneer ben je dan met beleggen begonnen? Oh... Uh, al, al heel lang geleden, maar dan via een tak 23 voornamelijk, toen ik wilde beginnen beleggen voor, voor de kinderen. Ja. En weet je nog wat jouw eerste aandeel was dat je ooit hebt gekocht? Ongetwijfeld een holding. Een van de Belgische holdings, ik denk Akkermans en Van Haren. En hanteer je nog altijd dezelfde strategie als toen? Oh nee, die is in de loop der tijden wel veranderd. Ja, ik heb eigenlijk twee uh, moet ik het zeggen? fases in mijn leven. Dus het, het moment dat ik begon te sparen voor de kinderen. En het moment dat ik zei van oké, okay, nu is het goed wat dat betreft. Nu is het aan mij. Want ik ga met pensioen binnen een Klein 20 jaar, nu moet ik er toch eens aan beginnen. Mm -hmm. En voilà, dat is dus nog niet zo heel lang geleden gebeurd. Uh, toen heb ik een beleggingsstrategie voor ogen gehad en die, die wordt rijker uh, sinds enkele maanden is daar een nieuwe uh, dimensie in gekomen en daar ga ik het zo meteen trouwens over hebben oké, okay. amai meteen een cliffhanger we praten daar straks al over verder Veronique, we gaan eerst eens luisteren naar wat onze vijeurs hebben meegebracht deze week de beursblikje Zouden stelselmatig vingeren aan de pols, onze experten hun argusogen zijn gericht op de beurskoersen. En we vragen ons af natuurlijk: wat leerden de Marten hen deze week? Ellen. Wat heb jij meegebracht? Yes, jawel, uh, ik denk uh, dat we eens moeten stilstaan bij wat er dit weekend uh, gebeurd is. Ik ben er nog amper van bekomen. Jij hebt gespeeld met jouw coverband op grensrock. Dat was <laughs> dat een, was een lege legendarische <laughs> moment, <laughs> ja, natuurlijk. Maar, uh, ja. iets het verbleekt een beetje. <laughs> ja, in die... <laughs> ja nee, inderdaad, maar iets oostelijker van Menen, hè, waar jij uh, op het podium stond, uh, ja. Ja, heeft er zich uh, ja, iets disturbing afgespeeld, met name die oproer, opstand, uh, muiterij. We hebben verschillende woorden gehoord, poging tot koe. Uh, van uh, Prigozin van de Wagen. Uh, militie die uh, op weg was naar Moskou om daar. Ja wat te doen, we weten het nog altijd niet. En je maakt dat dan mee op een zaterdag. Uh, ik vond dat zelf heel disturbing, want ik was um, ja, een barbecue voor de scouts aan het voorbereiden. Mijn zoon was jarig, dus ik was cupcakes aan het bakken. En on the site was ik dan zo op Twitter aan het kijken wat, wat er zich afspeelt. Hè. Uh, je hebt dan allerlei experts die heel voortvarend zijn en zeggen uh, ja, allerlei analyses maken. Ik ben dan zo'n beetje een Socrates-aanhanger die zegt: uh, ja, je weet niet wat je niet weet. Ik vind nederigheid in zo'n situatie heel belangrijk en niet uh, te hoog van de toren blazen over wat er zich daar Speelt omdat je het niet weet. Eens, we zijn dan... nu zoveel dagen verder, we weten ja. nog altijd niet. Ja, en het was dan de zaterdag. Je wilt dan naar de enige graadmeter kijken die je nog enigszins vertrouwt, de markt. Maar de markt is dicht, de beurzen zijn dicht. Je gaat dan naar wat futures kijken, zeggen: Oh ja, dat wordt hier een stevige sell-off uh, maandag. Op een gegeven moment die futures heel, heel rood. Uh, maar dat is dan het best mogelijke eindscenario geworden. Met name dat in de Prigozhin uh, heeft gezegd: We gaan ons terugtrekken. We staken uh, onze opmars uh, richting Rusland. Ik trek mij terug in Wenen. Uh, Wit-Rusland in een soort ballingschap en uh, Poetin verleent een soort clementie aan die huurlingen en zegt: van ja, jullie mogen bij het Russisch leger komen. Dus een heel warrige situatie die je als marktwatcher dan op dat moment heel moeilijk kan inschatten. Hè. Je mm -hmm. moet dan gaan nadenken: van ja, wat betekent dit nu? Ja, welke grondgedachte vormt er zich nu waarop je iets zou kunnen kopen, dan wel verkopen om op deze situatie uh, in te spelen? En dat is een hele moeilijke, vind ik, in dit soort verhalen hè, die we meer en meer krijgen: zo van die unprecedented dingen. Hè, want het kan gaan van, komt het Russische Rijk uh, ten val? Of is dit gewoon uh, een scheet in een fles vodka? Allee, en alles daartussenin. He, dus een de beide kanten in een fles van, van, ja, van absoluut. <laughs> ja, dus, dus de beide kanten <laughs> ja. van die risicoanalyse zijn, zijn, zijn vet gemest. Het kan de, de, alle kanten op. Je zou ja. kunnen zeggen: het best case scenario, Poetin komt hier verzwakt uit. Kan je vanuit beleggersoogpunt, dat was ik aan het denken, hoe ja, moet je daar dan op inzetten? Dan kan je misschien inzetten op de verliezers van vorig jaar. Aandelen, de euro, de Deutsche Bund, bij wijze van spreken. Dat zou dan de beleggersconclusie zijn. Maar aan de andere kant van de risicoanalyse zit je wel met de mogelijkheid dat er nog een gevaarlijkere gek dan Poetin in het Kremlin komt. of vechtende krijgsheren die daar om de, om de macht vechten en die wel toegang hebben tot kernknoppen, bij wijze van spreken. Het is wel fenomenaal dus, dat je dat allemaal staat te bedenken ja, terwijl je daar socialisten staat te bakken en salsissen aan het bereiden <laughs> bent. Ja, je wilt niet weten, mijn ja. kop ging 100 per uur. Ik, ik ben benieuwd om, om jullie lezing uh, van die feiten te horen. Ja, mijn eindconclusie, allee, ja... Wat was nu uiteindelijk de marktreactie op, die, op ja, die muiterij? Ja, dan heel gedempt, laat ons zeggen. Eer het maandag was, was die reactie op aandelen, laat ons zeggen, gedempt. Omdat het einde ja, een beetje ja, een mak einde was, laat ons zeggen, hè, gelukkig. Maar je weet niet wat er nog gaat gebeuren. Ja, is die macht echt verzwakt in het Kremlin of niet? Ja, het is ja, moeilijk om dit te lezen. En dat is een beetje mijn verhaal dat ik vandaag wil zeggen. Van in dit soort ja, extreme situaties is het als belegger eh, razend moeilijk navigeren, vind ik. Omdat je met die ja, unprecedented, nooit ja. geziene situatie zit. En je weet niet ja, welke grond... Uh, ideeën zich daaruit kristalliseren. Ik weet niet waar, waar jij mee bezig was, Gert, maar, maar is dat bij jou? Is ook, heb je ook alles laten vallen om, om allerlei strategieën tegen elkaar af te wegen van wat moet er nu gebeuren? Ik zat op een terragine. Oké, ook. Dat is ook, de okay. beste plek ja. om beursanalyses ja, te maken. Ja, absoluut. Dat vind ik. Het was, was goed weer. Maar goed, ja. Um, verrassende dingen zijn altijd natuurlijk hebben impact op de markt. Maar als het over lokale conflicten gaat, en je ziet dat vanuit een middellange termijn perspectief. Dan is de impact historisch eigenlijk Geri. onbenullig. Je had over wereldoorlogen, dat is iets, dat is iets anders natuurlijk. De Japanse beurs, wereldoorlog 2, dat, dat is helemaal vernietigd. Maar goed, uh, dit is een lokaal. Het conflict ja, gaat al een tijdje De krijgsleren met ja, kernmachten zijn voor mij toch een kataclysmisch uh, potentieel I, I, event. Maar je dacht al vooruit, ik dacht natuurlijk. Al, ik. dacht al vooruit. Dat ja. was nog lang, zover niet. Uh, Oekraïne is al een tijdje bezig. En ook daar in het begin. Maar, maar nu wat er gebeurt. De markten kijken niet op van wat er in Oekraïne gebeurt. En eigenlijk, menselijk is dat heel erg. Want het is dus, dat, is, dat is geen toffe situatie, hè, uh, om het zo maar uit te drukken. Maar the first cut is the deepest. Mooi Spre nummer, ja. ja. Ja, een spreekwoord in het Engels. En dat is ook zo. Op die, niet alleen in de liefde, maar ook in de financiële markten of, of crisissen. Ik denk bijvoorbeeld aan de grote aanslagen eh, naar de Twin Towers. Ook in Europa. Eh, had je Londen, had je Spanje. En elke keer reageren de markten met, met 3, 4, 5 procent daling. En de volgende aanslag was dan natuurlijk minder. was maar 2 procent. En op den duur werd er zelfs niet meer gereageerd. Eh. Maar, um, maar is het niet in dat soort extreme toestanden uh, alles te herleiden tot de gepaste strate strategie is? rustig op een terrasje blijven zitten uh, op het weekend alleszins maar je kan niks doen hè. je ja. kan niks doen maar uh, goh ik denk dat je moet de afstand bewaren inderdaad en goh, als de markten openen ik bedoel als het erg is en inderdaad er kunnen dingen gebeuren als het over nucleaire wapens en zo dat kan dat kan Maar dan Is het gebeurd? Ik bedoel, kan je dan nog reageren? Is het dan per definitie al niet te laat om te kunnen reageren? Want men opent dan ofwel veel lager. En ik heb zoiets altijd in mij gezeten: van ja, een belegger is een optimist en, en uh, een beleg, nooit, ook, ja. beleg nooit, uh, gok nooit, sp uh, speculeer nooit op het einde van de wereld. Hè. Als je gelijk hebt, je hebt ik 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 zie ik je, het niet je hebt heel, er niet heel heel, heel aan, vuurig, aan. Want dan is er veel dus. ja. dus, uh, ja. Toch? Ja, Veronique, wat denk jij tegen die zwarte zwanen? Kunnen we ons daartegen uh, positioneren of moeten we daarmee bezig zijn als belegger? Ik ben daar zelf niet mee bezig. Ik ben een lange termijn belegger en ik laat dus de waan van de dag geen invloed hebben op mijn sentiment nog op mijn uh, ja, ijverigheid om toch eens rap in mijn app te gaan zien wat mijn belegging aan het doen is. Ik kijk daar eens af en toe naar okay. en ik heb daar absoluut geen last van. Nou, dat is te beter voor jou, want dan moet je niet al die machinaties in je hoofd uh, doormaken <laughs> die ik dan op een zaterdag uh, meemaak. Maar uh, bon, ik vond het ik, ik, ja, het is voor mij wel een sign of the times, dat soort extreme dingen die elkaar snel opvolgen. Vind, ik vind het een moeilijk navigeerbare markt en dat is zaterdag nog maar eens gebleken en kans was het op een zaterdag, hè? want we hebben uh, het geluk gehad dat het niet op een week was. Maar het is politiek geweldig interessant. Hè? Dat is het, Sorry. absoluut. Je kan hopen dat, uh, ja, ook in dat die politieke bloedbaan in Rusland nu de idee komt van misschien was die inval in Oekraïne toch niet zo een bestendiging van onze almacht en gaan ze daar toch ook eens ja. over nadenken? Hè? Dat is de hoop uh, die hier misschien uit voortvloeit. Oké, okay, Gert, breng, je, breng jij ons wat, wat troostend nieuws uh, of, of wat heb je meegebracht? Goh, we kunnen veel meebrengen. Hè. De Bel 20 bijvoorbeeld, uh, onder de 3500 punten, ja. dat is in correctiefase tot op het hoogste punt van, van januari, meer dan min 10 procent. Daar gaan we het niet over hebben. Hè. Uh, <laughs> ja. Het is wat geen vrolijk wil... nieuws dan. Nee, dat is toch. Maar goed, wat is opgevallen? De optiemarkt, en dat is misschien voor gevorderde beleggers, hè, absoluut, maar toch heel opmerkelijk. Um, de optiemarkt, je kan daar een call kopen, een put kopen. Het recht kopen om een aandeel of een index te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs ergens in de toekomst. Hè. En Normaal mm -hmm. voor het recht om dat te doen, om, om aandelen te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs. Ja, daar, bepaal, daar betaal je een premie voor. Ja. Aan de andere kant heb je de zogenaamde schrijver, de persoon, de instantie die de plicht op zich neemt om, om dat na te kunnen komen. Hè. En die krijgt die, in die premie. Mm -hmm. En wat zie je nu heel opmerkelijk op de financiële markten, dus op die optiemarkten, dat die premies. Dat die heel laag zijn. En die premies, ja, dat kan afhangen van, van de looptijd, van de uitoefenprijs, zelfs van de rente, van de volatiliteit van het aandeel of de index. Maar nu zie je zelfs dat er op die langer lopende opties, tot zelfs december van dit jaar, dat de premie eigenlijk heel erg. Heel, heel, en hoe, klein hoe, hoe verklaar je het dan? Ik zou het bij God niet weten. He? Voilà, dat is ik, weer ik stel... de Socrates. Als je ja, het nee. niet weet, dan weet je het niet. Ik begrijp het ook niet, Gert. Voilà, ik, ik stel Waarom ik stel het is het vast. goedkoop om je tegen calamiteiten in te dekken? He? Want mm -hmm. dat is wat je kan via die opties. Waarom is het nu goedkoop ja. om je tegen gevaar in te dekken? Het maar... zou eigenlijk hyperduur moeten zijn om je nu tegen voilà, gevaar voilà, dat in is een, te dekken. Ja, de, markt, de markt is blijkbaar heel gerust. He? Uh, ja. Heel gerust. Uh... Dat is een veegteken, hè, denk ik. Ja. En mensen associëren zo die optiemarkt ook zo met, uh, met heel speculatieve zaken. Maar goed, dus straks hadden we het over Rusland, Oekraïne en daar de optiemarkt en lage premies. De optiemarkt kan je ook gebruiken om je portefeuille op een defensieve manier af te schermen. Door bijvoorbeeld een boet op een index te kopen. Daalt de index omdat dat toch een of andere gek die kernwapens te pakken krijgt en de beurzen imploderen, dan zal je zien dat de waarde van dat recht om tegen een bepaalde prijs te verkopen. Ja, voorzienwaarde stijgt. Dus je kan je beschermen op een heel defensieve manier door die putoptie te kopen. En nu kan dat dus omwille van die lage uh, premies op een heel goedkope manier. En wat merk ik vaak? Dat als er dan iets gebeurt, er is zenuwachtigheid op de markten, dan zie je dat, dat mensen ons telefoneren van zeg, kunnen we ons niet indekken, want hey, we moeten we geen optie, geen putoptie kopen. En, maar op dat moment, als het dan gebeurd is, dan zijn die putopties enorm duur. Dan zeg maar, je ja, me, ja, je zou dat kunnen doen, maar het is, het is al gedaald. En, en, en die verzekering, want dat is het, hè, die is heel duur. Ik stel nu alleen maar vast en ik wil dat gewoon meegeven. Ze staan laag, het is misschien wel het, is het moment. Goed. goedkoop ja, om dan. zich te verzekeren. Mm -hmm. Oké. Okay. Waarvan acten, ja, dat, uh, dat moeten we inderdaad. Ja. Dat kan, tenzij maar die echt stuk is, hè, bijvoorbeeld die VIX-index, die angstbarometer. Ah, dat kan ook dat, kapot zijn. Er gaan theses op dat die niet meer goed werkt, omdat er zo'n driftige optiehandel geweest is, en dat die index daardoor een soort vervorming eh, meemaakt, en dat er daardoor een soort volmageddon onder de markt dreigt. Dat zijn allemaal weer profecieën en misschien goed, niet altijd... Goed, dan spreken we over de VIX-index, ik heb hier echt over, echt de, over de opties, opties zelf. zelf, en dan, dat dan merk is een ik verschil. Dat, ja. Ja, dat die premies, die prijzen, toch ook wel stijgen. Maar je moet het natuurlijk bezien als een... Ja, je mag geen put kopen. Uh, ik zou zeggen, ja, gewone mensen, uh, als je dat niet kent, blijf er vanaf. Um, zorg ervoor dat je een, een goed uitgebalanceerde aandelenportefeuille hebt met kwaliteitswaarde. Um, zoals Buffett zegt van goed, als laatste de beurs voor vijf jaar, je zou er niet van wakker mogen liggen. Hè. Ja. Ondertussen de onder ondernemingen die werken voor jou, die genereren winst, die keren uh, dividenden uit. Zo zou het moeten zijn. Maar voor mensen die al gewoon zijn om op die optiemarkt te werken. De puts zijn goedkoop om zich te beschermen. Mm -hmm. Maar je mag het niet bekijken om iets als, ja, ik ga daar stinkend rijk mee worden. Nee, je betaalt een premie. Eigenlijk zoals je, je huis tegen brand verzekert. Dat kost geld, ja. maar je gaat niet hopen dat je huis afbrandt. Nee, nee in tegendeel. En hier moet je dat op dezelfde manier zien. Ja. Je koopt een put-optie, je betaalt een premie en het zorgt voor een soort van gemoedsrust. En nu kan het op een heel goede kopen manier, dus ja, ik geef het maar mee. Dat okay. heb je gezien. Dankjewel, Gert. Ja. Veronique, wat heb jij voor ons meegebracht? Wel, ik uh, wilde heel graag hier een lans breken voor kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties. Wat zijn dat? Als we één convictie hebben binnen het palet van vijf convictions voor het komende half jaar, is dat onze topfavoriet. Uh, wat dat is? Ja. Een, een obligatie? Een bedrijfsobligatie. Ja. Een bedrijfsobligatie. Wel, je hebt aandelen. Hè. Als je een uh, aandeel koopt, dan word je aandeelhouder van een bedrijf. Als je een obligatie koopt, dan word je schuldeiser van een bedrijf. In dit geval van een bedrijf, kan natuurlijk ook van een overheid zijn. Hè, als een bedrijf kapitaal wil ophalen, dan kan ze dat via een lening. Een obligatielening dus. En dan kan jij daar een stukje uh, van betalen. En dan kan je kiezen... Okay, ik hou dat bij tot op de vervaldag. En elk jaar heb je dan de rentevergoeding die daarop kleeft. En op het einde van de rit betaalt dat bedrijf jou terug. Nu, in het geval van kwaliteitsvolle obligaties gaan wij ervan uit dat de kans zeer hoog is dat die obligatie wordt terugbetaald. Je hebt natuurlijk ook um, hogere risicobedrijven. Eh, daar spreek ik niet over. Hè. Het gaat over alles wat uh, door de rating agencies wordt gekoteerd als. AAA A tot BBB en al heel, het hele universum dat daartussen zit. En wij denken de, eigenlijk uh, op dit moment dat het echt geen goede strategie zou zijn om nu te gaan kiezen voor bijvoorbeeld die termijnrekening. Hè, want dat is nu iets wat ja, het is vaak is heel hot is. Heel hot, inderdaad. Ja. Je kan daar uh, een, ja, een rendement op, op krijgen dat we de jongste jaren absoluut niet gezien hebben. Maar misschien moet je toch wel eens overwegen om dat op een andere manier te doen. Want natuurlijk natuurlijk op een gegeven moment die termijnrekening loopt af hè, en dan ga je dat geld moeten herbeleggen en wat is dan de situatie op dat moment? Wel wij schatten in dat op een gegeven moment die inflatie is dalende. Op een gegeven moment gaat de ECB die rente doen dalen, haar beleidsrente. Dat gaat ook impact hebben op de lange termijn rente, dus ook die uh, rente gaat dalen. En dus wij schatten in dat op het moment dat je dus dat geld gaat moeten herbeleggen, dat je niet aan de uh, interessante rendementen van vandaag gaat kunnen geraken. Mm -hmm. Op dit moment, hè, een, een goed gediversifieerde uh, bedrijfsobligatieportefeuille, die brengt Bruto 4% op. Wel, dat is, uh, een, er wordt altijd een gesproken over een spread en dat is eigenlijk het verschil met een uh, overheidsobligatie die bedraagt op dit moment voor een bedrijfsobligatie 1,6% die spread. En dat is eigenlijk historisch uh, boven het gemiddelde van, van de afgelopen 20 jaar, dus dat is, dat is goed. Mm -hmm. En uh, is het dus eigenlijk een, een hele mooie belegging om, hè, mooi gediversifieerd. Je kunt natuurlijk één obligatie kopen, maar wat ik gedaan heb, al maanden geleden, uh, is, is in zo'n fonds geïnvesteerd waar, waar dus die bedrijfsobligaties uh, in zitten. En uh, ja, dat is een fonds dat actief ja. beheerd wordt, waar uh, je zou van kunnen zeggen: Ja, maar Veronique. Stel nu dat die inflatie niet onder controle geraakt en dat die rente nog gaat stijgen. Mm -hmm. Wat gebeurt er met een obligatie als rente stijgt? Dan daalt de waarde van uw obligatie of van de obligaties. Ja, Wie ze vorig jaar had, die weet er alles van. Ja. Hè? De, de verliezen waren uh, uh, wel aanzienlijk. Ja, dat klopt. Maar in het verleden hè, waren we dus uh, dat obligatiegedeelte. Ja, dat bracht gewoon niks op hè. het is heel lang een heel lage renteomgeving geweest en als je dan inderdaad nog een rentestijging hebt van van, van laten we nu zeggen 30 basispunten dan uh, had dat een enorme implicatie voor uh, de waarde van je obligatie maar nu dat die, uh, die ren dat rendement die rente die erop kleeft nu die, al uh, die uh, richting uh, de piek procent, gaat, ja, blad, ja, ja is dat. eigenlijk gaat die richting piek inderdaad en als je dan nog een beetje erbij doet, want wat is onze verwachting? Ja, stel die inflatie, uh, ze gaan daar toch nog wel een tandje moeten bijschakelen. Ja, die beleidsrente gaat niet naar 7% gaan. Hè. Dat is niet onze ja. verwachting. Daar gaat daar nog wat bij komen, maar niet gigantisch veel. Ja, De marktprijs nu vier ja. in, maar het zou misschien nog wel, naar mijn gevoel, een tikje hoger. Ik heb het gevoel dat de ECB wel zoiets heeft van we willen overshooten in plaats van undershooten. Ze zeggen we willen absoluut aan het juiste eind van het verhaal zitten deze keer. En hard. Uh, alle, als ik, als ik uh, Lagarde hoorde in Sintra uh, dinsdagochtend, ja, dan weet je dat het. Ja, Zij, zij callen het nog niet. Hè. Zij zeggen niet de, de piek is. Niet in zicht, uh, zeggen zij. Of we gaan die piek niet kunnen afroepen. anytime time soon. Dus dat is ja, iets om mee rekening te houden. Maar ja, ik snap het betoog heel goed dat je dat. Allee, obligaties. Dus terug dan is het zinvol om te beleggen in dit product? Ja, uh, ja, ja, voor, ja wel. Ik vind het betoog van, dat, van Veronique dat dat heel helemaal broodsnijdt. Ik denk uh, dat de, obligaties, de kwaliteitsobligaties terug zijn. Misschien sommige. Zeggen jullie dan overheid uh, met name niet? Uh, of, of blijft daar. Van weg of is dat. Uh... In Europa zijn er toch heel wat landen met fameuze deficiets, overheidsschuld. Ja. Schatten we op dit moment toch wel uh, wat, wat minder gunstig in, wel uh, schuld van opkomende landen. Ja. Okay, dat is, dan... uh, dat is een, een diversificatie die je kan ja. doen, maar nu ook niet de helft van je obligatiegedeelte. Niet maar dat is tegen. al high ja, yield, al meer high yield ja, eh, markten. inderdaad. High yield bedrijfsobligaties uh, is een no-go voor je. Is een no-go. Ja. De spread is eigenlijk... Ten opzichte van het historische gemiddelde over de afgelopen twintig jaar is aan de lage kant. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat het risico dat men vergoed krijgt, dat dat eigenlijk nog niet voldoende vergoed wordt. Daar, daar komt het op Ja, goed. En wat die centrale banken betreft, het is er een verschil tussen de korte termijnrente en de lange termijnrente. En stel dat inderdaad die centrale banken overshooten en ze verhogen die rente, ja, dan zal dat een impact hebben op die economie. Zal dat die economische groei verzwakken? En dan zie je vaak dat. Daardoor die lange termijn rente naar beneden kan en dus een stimulans kan zijn, een positieve stimulans voor die obligaties. Absoluut, Want Zowel die gaan dan in waarde stijgen, van... dat is heel het punt. Als je verwachting is inderdaad dat uiteindelijk die ECB er toch in gaat slagen mm -hmm. om zijn uh, inflatie naar beneden te krijgen en dus. De economische groei moet daarvoor even, ik zeg niet door het diepste dal aller tijden, maar je gaat toch even een vertraging krijgen. Ja. Dat, dat is het minste wat mm -hmm. we nodig hebben om die inflatie naar beneden te krijgen. Dan gaat inderdaad het rendement van die obligaties naar beneden en de waarde mm -hmm. van uw portefeuille stijgt. De algemene vraag is natuurlijk nog altijd, gaat die, zelfs die lange termijn rente nu, die toch wel gestegen is ja, dip, sinds begin dit jaar eigenlijk? Gaat die netto, naar roerende voorheffing, gaat die alsnog de moeite zijn om die gemiddelde inflatie voor de komende jaren te compenseren? Hè? Want die inflatie die is wel een beetje sticky, zeg je? Die sticky is structureel hoger in de toekomst. Mm -hmm. Dus ook wat je in de inflatieverwachtingen ziet in de markt, um, heeft te maken met die structurele tendensen, de vergrijzingen, demografische veranderingen wereldwijd. Behalve in Afrika en India, maar bon. Dus eigenlijk uh, de, de, de trend van de jaren 70, 80, die zich compleet omkeert. Uh, anderzijds klimaat, opwarming, maar ook beleid, dat ervoor zal zorgen dat het leven duurder wordt. En dan heb je nog de reglobalisering, die is nu zo heel stoemelings is die aan het Reshoring. gebeuren. Reshoring voor een stuk. Uh, het verleggen van, van uh, de, de productieketens, dat zijn allemaal processen die toch wel in zekere zin prijsverhogend werken. Dat wil daarom niet zeggen dat we, dat we inflatie van 5-6% hebben, maar het zal toch wel wat hoger zijn dan we in het verleden ja. gewoon waren, wat Zeker. nu overigens heel laag was. Hè. Mm -hmm. uh, dus uh, structureel hogere inflatie. Oké. Okay. Van Joris, dus, dankjewel. Het is tijd om Wanda alle aandacht te geven waar ze elke week weer omschreef en is in jouw portefeuille te kijken, Veronique. Tijd voor mij om mijn hoofd uh, nederig te buigen en alle aandacht aan Wanda te geven. Wanda in de spotlights, zoals we dat elke week doen. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. Het is heel eenvoudig. Veronique, je noemt gewoon een cijfertje tussen de 1 en de 20. En als Wanda het belieft, dan stelt ze een vraag. Ben je er klaar voor? Ik denk het. Oké. Okay. Wat is jouw eerste cijfer? Uh, 18. In welk fonds zou je al je centen steken? In geen enkel. Natuurlijk niet. Je moet gediversifieerd beleggen, is mijn aanpak. Natuurlijk, je kan aankomen met het argument: ja, maar ja, in een fonds kun je ook een grote diversificatie hebben: obligaties, uh, uh, verschillende soorten bedrijven. Maar ik ben eerder een thematisch belegger, want ik ben niet alleen iemand die op zoek is naar rendement, maar ik wil via mijn beleggingskeuzes ook. Investeringen in de juiste richting stuwen van waar we met deze samenleving naartoe moeten gaan. En waar focus je dan op? Wel, bijvoorbeeld klimaatbeleid, uh, mm. klimaatoplossingen, uh, circulaire economie, mobiliteit. Enfin, het zit allemaal zo'n beetje in die sfeer, maar ook uh, gezondheidsoplossingen, longev uh, long longevity uh, prachtig woord. En dat zijn. Um, ik ben zelf richting, hopelijk dan, hè, richting uh, longevity aan, aan het gaan. Ja, wat voor fantastische dingen gaan ze nog uitvinden voor mij? Ja, daar wil ik dan nu al in, in geïnvesteerd ja. uh, zitten. Um, en, en verder ook uh, ervoor zorgen dat er massaal veel investeringen gaan naar energietransitie. En het uh, beter omgaan met onze grondstoffen. Uh, en tegelijkertijd ja, heb ik die diversificatie eraan toegevoegd van in uh, kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties uh, te zetten om mijn... Want ik had geen obligaties. Ik vond het er voordien gewoon de moeite niet. En ik dacht, bo, ik heb ik het toch pas binnen twintig jaar nodig. En, en uiteindelijk... Allee, het is niet dat ik dan, als ik dan met pensioen ben, ineens alles uh, uit de beurs ga halen. Want ja, als ik nu 80, 90 word, ja, dan ga ik dat nog wel een tijdje beleggen natuurlijk, een ja. deel daarvan. Dus... Um, Allee, die termijn is zo lang dat ik het niet nodig vond om dat met obligaties te gaan beschermen. Gelukkig. Gelukkig. Ja, ja dat ik dat heb er ook geen. Ge dus ja, inderdaad, er zijn veel beleggers die, denk ik, daar nog niet, of jongere beleggers allicht, die daar nog niet mee bezig zijn. Dus nee, maar, maar dat is graag. ook niet nodig, denk nee. ik. Hè? Als je jong begint te beleggen, ja, belegen, ja het gaat dan, ja. Enfin, ik zou dat durven zeggen, het gaat dan gewoon helemaal ja. niet aandelen. Er is zo één regeltje dat ik dan uh, altijd aan moet denken, en dat is dat je 100 min je leeftijd is het percentage aandelen dat je zou uh, mogen bezitten. Uh, of, of, wacht, hè, hoe zit het weer? 100 min je leeftijd, dus ik zou dan, Pakweg 60% procent, uh, aandelen uh, mm -hmm. mogen hebben. Ja, ah, terwijl als je 90 jaar, jaar oud bent, mag je nog maar 10% procent aandelen hebben. Dus 100 min je leeftijd, dat is zoiets uh, wat af en toe wordt gezegd. Dan denk ik maar dat ik... dat ik nog een heel jonge man ben. <laughs> <tijd> <tijd> voilà, dat zegt veel over hoe viriel je als belegger kunt zijn en ho hoe zeer je in aandelen uh, uh, kan en mag zitten. Maar uh, het is, uh, is geen wet van persen en meden, het is geen uh, heilige stilregel. Maar ik vind het een leuk dingetje om over na te denken en naarmate dat je dan ouder. Wordt, dat je toch ook naar obligaties uh, kan gaan kijken. Ja. Ja. Oké. Okay. Veronique, nog een cijfertje. Zeven. Hoeveel besteed je maandelijks aan beleggen? Zelfs dat weet ik niet helemaal, maar ik, een paar honderd euro. Dus ik doe elke keer hetzelfde. Uh, ik, ik, dat zijn zo bestendige opdrachten. Hè? Dus dat uh, loopt gewoon weg automatisch. Ik denk daar niet over na. Ik ben ook totaal geen emotionele belegger. Dat is pure ratio. Dat is puur. Ik breng hier een plan tot uitvoering en klaar is case. En, en nooit eens gaan kijken. Af en toe. Tussendoor. Af en toe in de app kijk ik eens, oh, ja, okay. ja En niet, niet meteen naar aanleiding van, oh ja, er, er gebeurt weer iets dols en ik wil meteen de impact daarvan uh, aanschouwen of het nu slecht of, uh, of, of niet is? Nee. Hmm. Wow. Ja, gewoon op gezette tijden uh, ja. Ja, voilà, gestaffeld uh, beleggen. Zijn je dochters er ook uh, mee bezig intussen? Die zijn een beetje ouder uh, dan dat ik ze heb gekend in de tijd. Uh, zijn zij ook met dat? Hebben zij dat van jou geërfd, uh, dat beleggen? De jongste dochter is dat aan het doen. De, de, de oudste die heeft nog uh, te veel liquiditeit op korte termijn. <laughs> ja. Ja. ja, dat is. En dat is, heel goed, dat is altijd een goede investering. Liquid, als je studeert, moet je liquiditeit uh, vooral ja. op café opdoen, vind ik. Dus uh, voilà. Uh, nee, alle, alle rechten en reden. Ja. Nog een cijfertje: Acht. Apple of Microsoft? Ik heb het alle twee. Het is alle twee geniaal goed. Dus ik moet kiezen, hè? Mm -hmm. Het zijn alle twee veel te duur volgens mij. Mhm. Alleen dan toch maar Apple. Dan zou je Microsoft droppen. Ja, <laughs> met, als je uh, het hart. Het want... good point uh, met een geweer op jou, dan zou je Microsoft. Uh... Ja, dan zou je Apple verkiezen. Ik weet nu... Nee, ik zou eigenlijk... Als ik nu moet kiezen, dan ga ik eerst kijken naar de waardering. Maar ja. ik heb geen flauw idee. Ja. Uh, ik weet dat ze duur zijn. Dat is alles wat ik weet. Maar ten opzichte van elkaar, hè, als je de twee waarden as such neemt, kan ik niet zeggen... Uh, Gert, jij weet het. Volgens mij weet jij het. Uit hoofd. Ik, ik denk dat jouw uh, eerste gedachte van ze zijn vrij duur inderdaad, dat dat wel zal kloppen, maar goed, het zijn cashflow generators hè? Mm -mm. en het zijn gezonde bedrijven en het zijn bedrijven die die cash herinvesteren in, in nieuwe projecten. Hè? Ze blijven... Agile, was men zegt, zeker? Ja, ja. ze kopen het... eigen aandelen in. Ze kopen eigen aandelen in en ze creëren, ze creëren waarde. Dus het, uh... het eigen aandelen inkopen, vind jij dat soms ook niet een teken van... Oh, we weten nu echt niet meer wat met ons geld aangevangen. We weten eigenlijk niet waar dat, we in, dat, in dat moeten ik, innoveren. Dat vind ik En wel, ja. dus gaan we onze aandeelhouder blij maken en eigen ja. aandelen inkopen. Want het wordt meestal als een fantastisch signaal. Ja. Maar ik ben daar niet zo van overtuigd. Het, het, kan, het kan positief zijn als je... Die eigen aandelen aan een goede prijs kan kopen. Maar zoals je zegt, van ja, ik denk dat het dure aandelen zijn en je koopt dat met geld van het bedrijven dure aandelen, of dat het nu eigen aandelen zijn of andere aandelen, ja, dat van het moment dat het natuurlijk een beetje mis kan lopen, dan is dat achteraf zeker geen goed idee geweest. Hè? Ja, het is een retroactief ding, hè? buybacks. Het winstsignaal komt voor de buyback, niet andersom. Dus ja. het is retroactief. Allee, het is, ja, je je, je holt achterop. Uh, de winst groeit. Maar op zich uh, kan ik ja. als belegger alleen maar positief staan ten opzichte van buybacks. Je kan het dividend uitkeren, maar goed, dan, dan betalen wij als uh, belegger uh, roerende voorheffing in België. Ook ja. nog eens bronbelastingen in, in het land van oorsprong. Dus we, we zijn bijna de helft kwijt. En een buyback is ook een, een soort van teruggave van geld ja. aan de aandeelhouder, waar we eigenlijk een klein beetje grotendeels zelfs die roerende voorheffing omzeilen. Dus wat dat betreft kan ik helemaal niet. En deze. je vermindert de hongerige mondjes. Hè. Je krijgt minder, uh, ja, want die aandelen worden vernietigd. Dus je winst moet over minder mondjes gespreid worden. En dat is dan zeer zinvol als, ja, bijvoorbeeld met heel grote beurskortingen, hè, dat, zoals Prozus het doet, uh, is het zeer logisch dat zij een heel lijvige buyback doen om die korting op dat gigantische tencentbelang eindelijk wat in te dijken. Dus ja, er valt. Uh, ja, ze komen zeker... onder de intrinsieke waarde Maar ja. als je natuurlijk ja. eigen aandelen en ze zijn Duur. Of zoals je zegt, Veronique, ze hebben geen alternatief, ze zijn zonder inspiratie, dan kan dat natuurlijk minder positief zijn. Daar ben ik mee akkoord. Mm -hmm. Oké, okay, nog eentje. Een allerlaatste cijfertje: 16. Wat was je beste beleggersperiode? Het eerste jaar toen ik begon te beleggen voor fase 2 in mijn leven. Ja, dus richting pensioen opbehouden. want ja. je sprak daar net van die ja. twee fases. Ja, ja, ja dat we... Inderdaad. We gaan eens denken, dat moet dan 2020... Uh, ik weet het niet, ik weet dat Ik weet, veel mensen hebben toen uh, mooi rendement kunnen uh, behalen in de snelle heropleving na COVID. Ja. Ik, ik durf dat niet dat te veel weet. met de natte vinger uh, te werk te gaan. zal zoiets geweest, geweest zijn. zijn. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel Veronique voor je openhartigheid. Dat was allemaal heel boeiend. Uh, nu hoor ik toch vooral dat er iemand ongeduldig wordt. Dat is onze luisteraar, die heeft een vraag voor onze experten. Laten we daar eens naar luisteren. De hulplijn. Tijd om de handjes uit de mouw te steken voor u, beste luisteraar. Deze week komt de vraag van Robin. Een goeiedag, Robin. Dag weer, Hoi, Hey, Hé, hey, dag Robin. Robin, Robin dag. wat is jouw vraag? Ja, eerst en vooral bedankt dat jullie mijn vraag willen behandelen. Um, mijn vraag heeft te maken met de stijgende populariteit van ETF's. ETF's um, worden steeds populairder, waardoor eigenlijk het geld steeds meer naar dezelfde bedrijven vloeit. En ik vroeg mij af of dat er op termijn geen gevaar in zit, omdat die waardering van die bedrijven op die manier serieus kan, uh, kan oplopen. Mm -hmm. Ja, dus, bubbelvorming uh, op ETF's. Um, ja, pertinente vragen. Iets dat vaak terugkomt en waar de meningen nogal verdeeld zijn. En jij, jou, jij, wat jij zegt is een beetje wat Michael Burry. Ken je die? Zo'n superinvesteerder ook zegt. Van het aanzuigeffect op, uh, op ETF's zorgt voor bubbelcreatie. en overlookt eigenlijk kleinere bedrijven. Omdat het automatisch wat een booster zet op ja, uh, bedrijven die zeer uh, zwaar in indexen wegen. Um, en dat het daardoor kleinere uh, bedrijven wat uh, yeah, overlookt of overkijkt. Uh, Anderen zeggen dan weer: ja, een ETF is eigenlijk maar gewoon een kanaal naar de aandelenmarkt. Hè. Uh, dat, is niet, uh, dat, dat heeft niet de intrinsieke kenmerken om een bubbel te vormen, omdat het, uh, de prijs daarvan zit verankerd op wat de onderliggende activa zijn. Hè. Dus dat, je kan niet die spiraal hebben van uh, je blijft dat kopen, kopen, kopen en, en dat. Dat kan een intrinsieke bubbel vormen. Daarvoor uh, is een ETF uh, ja, qua, qua structuur van product uh, niet toepasselijk. De meningen verschillen uh, daar dus over. Het is zeker zo dat er veel mensen ETF's kopen. En op zich zie ik daar niet echt een probleem in, omdat die ook alle hoeken van de markt afdekken. Hè? ETF's, je kan ETF's op bijna alles uh, uh, kopen. Hè? Maar wat je wel hebt, is dat ze een vergrootglas kunnen zetten, een vers versterkend effect op trends. Momentumbeleggen is heel populair om met ETF's te doen, bijvoorbeeld in AI. Ik denk dat er heel veel mensen via ETF's in van die megatrends als AI uh, uh, stappen. En dat je ja, dan de onderliggende waarde onbewust toch zou opdrijven uh, door die boost op, uh, op ETF's. Uh, dat wel. Ik ben er, ja, dus de, de scholen verschillen wat uh, uh, over of er al dan niet bubbels mogelijk zijn uh, um, met, met ETF's. Ik ga, ik ga Gert uh, laten aanvullen uh, wat dat betreft. Ja, ik ben akkoord. Ja, het is maar een kanaal naar de, naar de markten. Maar ik volg Robin ergens wel van vaak naar dezelfde soort van aandelen. Hè. Je, je hebt er wel een soort van gevaar van concentratie. Zelfs in de SP 500, hè, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, 500 ja. zich. Hè, een handvol aandeel bepaalt toch 25%. procent, Een kwart van, van het gewicht, eigenlijk hè, van, van die ETF. Dus uh, ja, ETF's gaat over grote, meestal heel liquide aandeel en altijd naar hetzelfde en dat, dat, dat voedt zich, dus die waarderingen die lopen toch wel op en dan zie ik toch ook wel ergens een beurs met, uh, met twee snelheden is, is fout uitgedrukt, maar toch uh, een beurs waarvan bepaalde aandelen vrij duur zijn mm -hmm. en bepaalde aandelen veel ja, goedkoper, omdat ze niet die aandacht krijgen. Ja. Maar dan heb ik zoiets, ja oké, okay. um, gebeurt daar iets uh, met die ETF's, een snelle uitstroom, dan zullen dat soort van aandelen ook wel geraakt worden. Mm -hmm. Maar goed, uh, dat terzijde. Maar als belegger ben ik ook een beetje opportunist en, en ga ik ook buiten die ETF's ja. kijken. Zijn er bedrijven die Waarvan de waardering niet onmogelijk is gepompt door die geldstroom. Want inderdaad, geldstromen bepalen nu eenmaal de waarde van, van een aandeel of andere activa. Mm -hmm. En dan vind je op de beurs best wel uh, vele andere bedrijven die, die, die nog wel goedkoop zijn, die aantrekkelijk zijn, die evengoed goed bezig, bezig zijn, bepaalde technologieën hebben, vooruitzichten hebben, die, 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 die op wereldschaal opereren ook. Maar die veel goede koper zijn. En, en ja, dat maakt van een belegger ja, interessant als, als stokpikker Maar het is voor mij ja. ook een en verhaal. Dus, want ik ben ja. heel blij met ETF's. Ik vind dat een, een mooie uitvinding. Het, het zorgt voor een soort van democratisering van de beurs. Ja. Het brengt de beurs dichter bij de mensen. Dus ik ben er heel blij mee. Maar uh, zo blindelingsvolgen, volgen, Robin, inderdaad. Allemaal als lemmingen in dezelfde richting. Ja. Ben ik volledig met je eens. Vind, dat moet je ja, vooral niet doen. Ik vind ETF-beleggers geen lemmingen, Robin. Er wordt wel eens gezegd dat ETF-beleggers luie beleggers zijn. In mijn ogen is dat allerminst het geval. Veronique heeft het hier bijvoorbeeld over thema beleggen gehad. Er zijn bepaalde domeinen van de markt geweest die lange tijd off-limits waren voor ons allen. En ETF brengt daar verandering in. Stel, je wil in Taiwan beleggen. Hè, ondanks de onrust in die regio uh, geloof je in Taiwan. Maar je kent alleen hè, TSMC, of ik ken althans alleen TSMC als bedrijf. Wat ga je dan doen? Dan kan je via een trekker toch blootstelling krijgen aan die Taiwanese beurs, waar mogelijk heel veel interessante dingen gebeuren. Of koper. Je wil inzetten op koper als de grondstof om uh, op de energietransitie in te zetten. Hè? Maar direct in koper beleggen als kleine investeerder hmm. begint maar, is dat, dat bestaat niet. Dus via een trekker kan je daar dan uh, wel uh, blootstelling aan krijgen. Dus voor mij absoluut niet voor luie beleggers. En is er... Nee, ja, nee, nee, uh, nee lemmingengedrag, ja, dus, denk... Het is geweldig interessant als zijn... diversificaties ja. naar niches toe, maar het, het thema van, van timing blijft, dus ook op dat vlak is inderdaad, mag je geen laaie belegger zijn, want een bepaalde niche, een bepaald thema kan, kan verschillend duur zijn, of, of net heel aantrekkelijk, ja. dus ook daar moet je je huiswerk maken. Het is niet omdat je een ETF koopt, dat je eigenlijk de zaken niet kritisch mag bekijken, nee. wat je koopt. Hè. Ja, het dat zet is... een versterkend effect, ik denk dat dat de, de eindconclusie is, of de grondgedachte, dat het een versterkend Effect op trends kan zetten, à la hoos, maar ook à la bes. Dus ik denk dat dat een beetje. Uh, ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt, Robin, of wat jouw eigen inschatting is. Ja, ik vind het toch enigszins een, een geruststellend antwoord, maar anderzijds ontdek ik ook dat het belangrijk is om, om te spreiden en misschien niet. Niet alles op, eh, op ETS te zetten, maar ja. ook die stockpicking eh, dat aangehaald werd, dat dat ook wel opportuniteiten eh, Ja, zeker. Ja, we hebben het vaak over die core satellite eh, benaderingen. Een core, misschien wat passievere core, waar je dan wat satellieten van aandelen eh, rondzet. Volgens mij een heel ja, heilzame of interessante strategie. Ja, dus ja. Uh, dat kan zeker het verkennen waard zijn. Kan je hiermee okay. verder, Robin? Ja, zeker. Bedankt voor jullie antwoord. Nee, ja, bedankt ja, voor precies. je boeiende vraag. Hartelijk dank, dank Robin. En uh, je weet ja. ons te vinden als je nog eens een vraag hebt. Hè. Super, prettige dag nog. Dag dank Robin. Dag. Dankjewel van Jeurs voor de hulp natuurlijk en voor de verhelderende uitleg. Tijd om eens vooruit te blikken naar de volgende week. De blik vooruit, Ellen. Waar kijk jij naar uit? Wel Thomas, ik kijk uit naar uh, ja, de Verenigde Staten. Hebben we hebben resultaten bij Constellation Brands. Dat is een spin-off ooit uh, van Budweiser geweest. ABMW uh, heeft dat moeten afstoten om met Sap Miller uh, te fusioneren. Maar wat blijkt nu in heel die hetsen rond Bud Light? Uh, krijgen zij van hun ex-dochter uh, of ex-tellig uh, aardig wat concurrentie van het bier Modelo Especial. Dat mm. in de Verenigde Staten Bud Light naar de kroon aan het steken is gezien heel die ja, cultuurstrijd, cultuurhetsen die er rond Bud Light is ontstaan. En we gaan eindelijk zwart op wit weten uh, hoe Modello Especial, dat dagersbier uh, daarvan profiteert in de kwartaalcijfers van, uh, van Constellation Brands. Dus daar uh, ben ik benieuwd naar. Ja, ja spannend. Gert, wat kijk jij naar uit? Uh, vooral keihard werken de volgende week, uh, <laughs> dat, dat is altijd genieten. Uh, uh, ja, dat ja. is gewoon genieten en inderdaad, en dan twee weken rust, vakantie toch wel. Uh, om nadien opnieuw te beginnen. En dan begint het net het resultaatseizoen. Dan zijn we opnieuw fris. Ja, ik hoop dat en je heel snel van je vakantie af bent. Want ja, ja, ja. Dat, maar, uh, toch, maar toch net voor die vakantie, toch nog met team. Uh, gaan we toch nog eens samen eten. Een beetje verbroederen zo, en verzusteren. En, uh, we gaan, ik weet niet of ik reclame mag maken. We gaan eten naar de Saint-Sablon. -Saint Kent iemand dat? Aan de zafel? Ik ja. vermoed ja. uh... Ik ken het van na, maar ik ben er nog niet. Uh, uh, wel, ik zal het uh... u weten zeggen of, uh, of het lekker was. Of ik ga gewoon mee, Gert. Dat is geen probleem. Wanneer is het? Je bent... Waar moet ik zijn? We spreken af. Oh, wel, we spreken af. Oké, okay. dat, inderdaad, dat, dat, dat regelen we straks wel. <laughs> Goed, Veronique, waar kijk jij naar uit? Wel, als het over beleggen gaat naar het baanrapport, dat volgende week vrijdag wordt gepubliceerd in de Verenigde Staten. Tot nu toe zien we de jongste maanden dat, dat die arbeidsmarkt draait als een tirelier. En dat daar is geen maat op te houden, lijkt het zo. En dat gaat ons meer uh, informatie geven over waar de Federal Reserve naartoe wil. Uh, mogelijk zitten er zelfs nog twee renteverhogingen uh, aan te komen daar in de Verenigde Staten. Toch wel spannend allemaal. En dat is ook de reden waarom die markten zo volatiel zijn. Dus het is sowieso een, ja, een zenuwachtig jaar. Spannend. En voor ja. de rest uitkijken naar de vakantie. Uh, ik ga met de trein naar de Balkan. Ah, oh, super. Oh ja. een, een rondreis door Europa. Nog nooit gedaan. die manier. Ja. ja, ik zie het helemaal zitten. Ja. Klinkt als een heel erg leuk plan. Ja. Waar je kijk wel. jij naar uit, Thomas? Nu dat de laatste aflevering is, waar kijk jij naar uit? Ik kijk uh, eerlijk uh, uit naar de vakantie. Naar congé, ja. Ja, ja. Vind ja, ik vind het echt een verdiend prima concept. Uh, qua goal. rendement en al. al ja, voilà. <laughs> Goede return on investment. Ideaal. Ja, ja. Ja. Zo moeilijk moet het allemaal niet zijn. Goed, dit was het allemaal voor vandaag en ook voor dit seizoen. Ik bedank onze beurs van dienst Ellen Vermorgen, Gert Baaklands en natuurlijk onze bekende vailleur Veronique Gozes. Ook grote dank aan de luisteraar Robin voor zijn interessante vraag en uw bezigheid zijn. Een grote dankjewel aan al onze gasten en experten die hier gepasseerd zijn dit seizoen. En jullie luisteraars voor jullie boeiende vragen. Dankjewel. Onze laatste aflevering, dus helaas, maar ben je niet uitgeluisterd, dan heb ik goed nieuws. We hebben een extra aflevering voor jullie klaarstaan in onze app. Een nieuwe aflevering van de Beurs Voyeurs of the Record. Dit keer met Duco Sikkinge, ex-topman van Telenet, nu managing director bij Fortino Capital. Graag tot volgend seizoen.